uitzending tegen om te praten over vuurwerk uit 1987. Hanneke Kapper vertelde ons over haar wilde jaren in 1979 met Stampij. En het laatste en derde hardrockprogramma dat de publieke zender heeft gehad was Beton in 1975 met Alfred Lagarde. Zoekend naar een betonfragment vond ik een hele oude verkleurde bandopname. Met als enig opschrift Beton Show. Verder niks. Moet je je voorstellen wat er met mijn hart gebeurde toen er op die oude band een uitbundige Lagarde bleek te staan, die zomaar even een concert aankondigde van een zeker bandje genaamd ACDC. Inderdaad, dat was nog uit de tijd met Bon Scott. 20 jaar lang lag die band hier onder het stof. Ga maar even zitten, want je krijgt hem helemaal te horen. Voor het eerst in Nijmegen, voor het eerst live op de KRO en VARA Radio. Productie van Arquette, samenwerking met W Snelweg. If you want blood, you've got it! ACDC!
This one for you called I'm a Problem Child. One's called Porridge.
which is studio. One, if you want blood, you got it live. A song for you from them. It's called Sin City. We'll be right back.
From Paris, we have a song for you called My Baby's Gone Shooting. We'll be right back.
song from the first album out here. The first album was called High Voltage Rock and Roll. We'll be right back.
was there, I seen the chorus for me. And this one's called She's Got the Jack.
woman. Like a big fat woman of fuck. This one's called A Whole Lot of Roses. Don't know if it's you.
1978 ACDC in Nederland, opgenomen door de VARA voor Beton van Alfred Lagarde. Techniek werd verzorgd door Peter de Vries. Reacties zijn welkom via bads@nps.nl of postbus 29120 en dan 1202 Marie-Dirk in Hilversum. Vanaf volgende week de vierdelige Graspop special met live opnames van onder andere Deftones, Soulfly en Dream Theater. Deel 1 is op 11 juli, deel 2 op 18 juli en, let op, deel 3 en 4 hoor je in een dubbele aflevering op 25 juli van 10 tot 12. Ik ga je vanavond natuurlijk verlaten met nog wat meer AC/DC.
Girl is een programma van Mirella Simoncini.